Annemij T. Zij zit hier op de eerste rij. Zij is hoogleraar zorg en dementie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij wil ons leren kijken vanuit een ander perspectief, verschillende perspectieven. Zij heeft dat gedaan in een Alzheimer-omgeving. En vandaag gaat ze ons meenemen naar een niet aangeboren hersenletselomgeving. Annemij T. Dankjewel. Dames en heren, 2 maanden geleden wist ik nog niets van het dorp. Ik was er ook nog nooit geweest. En ik vond het daarom in eerste instantie ook niet zo passend om hier vandaag te staan. Maar u ziet het, ik ben er toch. En dat komt omdat ik mijn nieuwsgierigheid naar de belevingswereld van mensen met een handicap niet kon onderdrukken. Ik ben cultureel antropoloog en die houden van onbekende werelden. Ze gaan daar op zoek naar wat de mensen die daarvan deel uitmaken werkelijk bezighoudt. En de opdracht van CISA aan mij was u te laten ervaren wat het is om te lijden aan een handicap. En ook om daarbij betrokken te zijn. En we hebben voor u samen met de mensen uit het dorp, u kunt de quotes op de slides achter mij lezen, de zogenaamde handicap experience gemaakt. Dat is een interactieve film en uniek daarvan is dat de keizer in de scène kan switchen van het ene perspectief naar het andere perspectief. En dat zo wat gebeurt of wat waar is, door de ogen van verschillende betrokken kan worden bekeken. Ik zal u zo meteen 2 van die scènes gaan laten zien. En u zult dan kennis maken met Richard, een vroegere cafébaas. Hij kreeg een jaar geleden een hersenbloeding, waardoor zijn rechterkant is aangetast. En na zijn revalidatie is hij in het dorp gaan wonen. Maar zijn toekomstdromen die zijn gebleven. En u zult ook begeleidster Rianne ontmoeten. Zij ontfermt zich graag over anderen en zo ook over Richard. Zij wil haar werk graag goed doen en schippert tussen voor hem willen zorgen en naast hem staan. En tenslotte zult u ook Bas ontmoeten, een oude vriend van Richard. Ze hebben elkaar na het ongeluk niet meer gezien. En Bas weet eigenlijk niet zo goed hoe hij moet doen en moet omgaan met de handicap van Richard. En hij zou het liefste doen alsof alles nog zo was als vroeger. We gaan nu kijken naar 2 scènes. En u ziet onderin hoe er geswitcht kan worden per perspectief, maar we zullen nu even alles achter elkaar laten zien. Dit is Richard. Zo, je mag wel eens even opgeruimd worden. Wat bemoeit zij zich mee? Je hebt gewoon altijd een werkzaam gehad, dus dan moet je mij niet kwalijk nemen. Kom je zo naar een dagbesteding? Te druk. Wat een onzin allemaal, moet ik tussen de gehandicapten gaan zitten zeker? Vroeger bolde ik. Competitie. Hebben jullie al aan de catering gedacht? Voor het jubileumfeest? Ik denk dat ik wel een goed deeltje kan maken met een vriend van mij. Mijn vaste leverancier. Hoe heet die kerel nou? Brown. Bart. Goed idee. Kan je wel even helpen? Fijn. Wijn, bier, bitterballen, kipcorn natuurlijk. Hij is weer helemaal terug in zijn café. Kipcorn, nee joh, bah. Vlammetjes en kaasstengels. Of van die garnalen en chilisaus. En je neventje? Gaat er ook alles in? Oh jee, ik moet hem afleiden. Straks komt de fles onder de bank vandaan. Je neven weet ik niet hoor. Ik heb wel dorst van gekregen. Je hebt vast wel iets fris in huis. Daar lust ik wel een glaasje van. Gelukt. Hij wordt soms zo droevig als hij hem vroeger denkt. En boos. Overschat ik hem nou of heeft hij zijn dag niet?
Vraag je me wel als er iets niet gaat? Die nieuwe verpakkingen, die zijn gewoon niet te doen. Ja, geef die verpakkingen maar de schuld. Dat is ook alweer zo. Moet u door. Fijne dag, hè? Ja, fijne dag. Kerk. Groothandel. Moet er zijn. Hé, hey, met Ries hier. Hé, hey, hoe is het met jou? Hé, hey, luister, wij gaan een feestje bouwen voor een mannetje of 200-300. En die hebben allemaal honger en dorst. Ik ga gewoon doen zoals ik altijd tegen hem deed. Voor mij is hij gewoon Ries. Ja, dat valt uit. Hé, hey man. Lang niet gezien. Wie is dit? Die ken ik niet. Ik kom afleveren. Bas. Ja. Zo, die is enthousiast. Krijgt hij nooit bezoek of zo? Hoe is het met je? Ik mag niet klagen. Kom binnen. Je mag wel eens een raampje open. Heftig, zeg. Hij woonde zo mooi vroeger met die meid van hem. Zou die weten dat ze niet met Henk is? Volgend jaar doe ik weer mee, hoor. Met de competitie. Hoe lang moet je hier nou nog blijven? Een paar weekjes. En dan krijg ik een nieuwe woning. Ik ben veel te goed voor hier. Waar zou ik het neerzetten? Bij hier. Maar het is allemaal gekoeld. Ah, oh, komt goed. Ik heb mensen die het voor me wegzetten. Nou, kom op dan. Ik heb niet de hele dag de tijd. Hi, schat. Ik versta je niet. Nee, dat kan niet. Nee, ik heb dan de wedstrijd en daarna ga ik stappen met de jongens. Hey, ik ben nu bij Ries. Bij Ries! Ja, precies. Ja, die. Ja. Ik zal het hem zeggen. Hier een beetje staan bellen alsof ik niet besta. Zo ga je niet met me om. Oké. Okay. Dat is goed. Nee, het gaat wel, maar ik heb het later al wel even over. Ik ga ergens anders dan bellen, idioot. Rantebiel. Ik wil je zo even terug. Jezus, Ries, wat doe jij nou? Hij was vroeger zo relaxte gozer. Het was altijd lachen met hem. Geintje. Biertje? Ik vind het rot voor hem, maar ik trek hem niet. Nee, dat kan niet. Ik moet zo weer door naar de volgende, sorry. Oh, trouwens, wil jij met cash betalen of ga je pinnen? Doe maar op rekening, zoals altijd. Gaat hij nou ook nog moeilijk doen over geld? Het zou toch niet waar zijn, dit? Sorry, Ries, met die crisis en zo. Ik kan dat risico gewoon niet lopen. Jij mag blij zijn dat je voor mij mag leveren, weet je dat? Zonder mij was je al lang failliet geweest. Sorry. Maar zo doe ik geen zaken. Probeert u me nou gewoon te naaien waar ik bij sta? Of zou hij nou echt van het padje zijn? Heeft hij gewoon het hele feest verzonnen? Dames en heren, u zag hoe Bas ontzet wegliep om misschien wel nooit meer terug te komen. En u vindt dat waarschijnlijk een beetje schokkend. Maar Bas, dat zijn wij, dat zijn u en ik. De mens met een handicap wordt natuurlijk gevormd door zijn fysieke en geestelijke beperkingen. Maar ook hoe wij, gezonde mensen, hen benaderen. Ik was nog nooit in het dorp geweest. Misschien kwam dat wel omdat ik diep in mijn hart, net als zoveel andere mensen, zou willen dat mensen met een handicap
en misschien wel de hele langdurige zorg niet zouden bestaan. We begrijpen het niet, we kunnen het vaak niet begrijpen en mede daardoor is de confrontatie te pijnlijk. Een instrument als de Handicap Experience kan daarbij helpen. Het houdt ons een spiegel voor en dat is een heel goed vertrekpunt. Ik wil afsluiten met de hoop uit te spreken dat onze kennismaking met het dorp een begin is. En dat we met CISA en anderen misschien wel een hele grote Handicap Experience kunnen maken, die helpt om het begrip voor mensen met een handicap te vergroten. En ik wil dan ook eindigen met de uitnodiging en nogmaals de hoop uit te spreken dat u met ons wil meedoen. Dank u wel. Annemij T., dames en heren. Geef er een applaus. En wat is nou de stap? Want het is best wel een hele treurige film, hè? Met Richard die eigenlijk met lege handen staat. Maar hoe gaat dat dan verder? Dan wordt die spiegel mij voorgehouden en dan moet je daarover in gesprek raken? Of wat raad je ons aan? Nou, ik denk dat de diepe tragiek van Richard, die kunnen wij natuurlijk niet wegnemen. Daar zal hij natuurlijk zelf ook mee om moeten leren gaan. En ik denk dat het ook echt een kernvraagstuk is. Maar wat ik zei, die ontmoetingen met de buitenwereld en met professionals, maar ook mensen zoals Bas en de mantelzorgers, die zijn natuurlijk heel bepalend. Hè? Want mensen met een handicap, dat blijkt ook vanmiddag, die willen vooral serieus genomen worden. Die willen meetellen. Mag je meer confronteren? Eigenlijk ook de intouchable aanpak. Gewoon meer uitspreken van, hey, wat een zootje is het hier, Richard. Ik kan hier moeilijk de bitterballen afleveren. Wat? Ja, dat zal heel verschillend zijn, hè? Want de een is natuurlijk niet de ander. Maar ik denk dat het vooral heel erg noodzakelijk is dat de buitenwereld ook gewoon wordt of vertrouwd wordt met die wereld van deze kwetsbare mensen. He, want dan is die schok er niet. Dus het is heel mooi. Wordt dat te voorzichtig mee omgegaan eigenlijk? Nou, ik denk dat we het uit de weg gaan, wat ik net zei. He, van, jij, en dat is ook vaak mogelijk. He, mensen met een dementie zitten in een verpleeghuis. Mensen met een handicap wonen ook elders. En de verbinding is er vaak niet. Dit is eigenlijk wel makkelijk om eigenlijk de confrontatie helemaal niet aan te hoeven gaan. Ja, je ziet het. Ik ben maar dat is eigenlijk weer wat Annemij T. hier zegt. Eigenlijk de nieuwe doorbraak naar het dorp, naar weer nieuwe autonomie, nieuwe eigenlijk manieren van met elkaar omgaan. Hoor ik je dat zeggen? De buitenwereld moet meedoen. De buitenwereld moet meedoen. Annemij T., geef dan nog een applaus, dames en heren.